Hey, mijn mede-Nederlanders. Ik heb nou het leukste. Jullie weten natuurlijk, ik ga als een raket tegenwoordig. En ja, mensen vragen zich af: is die jongen nou Engels? Is die jongen nou Nederlands? Niemand weet het. Nou, ik spreek in ieder geval Nederlands. Ik spreek in ieder geval Engels. En ik ben gewoon een Nederlander. Kijk maar, waar herken je het aan? Ik zal jullie een blik naar buiten geven bij mij. Zien jullie dat? Dat is een kluisje. En heel veel sneeuw. Welkom in Nederland. Dit filmpje is voor Gladys uit Team Suriname. Gladys is een fantastisch werk aan het doen. En ze begeleidt heel veel mensen die geen verstand hebben van crypto in de crypto-wereld. Wat krijg je dan? Ik heb het zelf ook. Ik heb 101 wallets op mijn computer staan. Ik help die, ik help die, ik help die. Maar Gladys vroeg mij: Pet, ik wil graag met meerdere mensen mijn geld geven. Ik wil graag een accountje maken. Voor die mensen. Hoe moet ik dat doen? Ken ik... Maar ze zegt, want als ik alles op mijn eigen account stort, loopt mijn account wel op, maar ik kan nooit bijhouden wie van wat en wie en van wat is. Dus ik zeg: Glennis, geen zorgen. Ik begeleid Team Suriname, dus jou ook. En ook de rest van de wereld hoor. Dus ik ga jullie nu laten zien hoe het moet. Als eerst gaan we klikken op Clever Wallet. Als het goed is, speelt mijn filmpje af. Dan zie je rechtsboven in de hoek, zie je een plusje. Dat plusje zie je nou knipperen. Dat ben ik die mijn vinger erop doet. Dan klik je op account aanmaken. Dan maken we een account aan. Dan klik je op TRX. Zie je hier dan? Je klikt op TRX. Dan zeg je hoeveel accounts je wil aanmaken. Je kan er zo 100 aanmaken als je wil. Maar ligt er maar aan hoe weinig. Als je het per één aanmaakt, kun je gewoon lekker rustig een naam geven. En verder. Wat daarna belangrijk is. Als je, ik weet niet wat dat betekent. Ik tik er maar zo in. Wat je daarna belangrijk is ga, dan ga je naar de settings. Dat is rechts onderin de knop. Dan ga je naar backup portemonnee. Dan vul je je code in. En dan doe je wallet opslaan. Dan klik je wel zeker weten op TRX. En dan klik je op de wallet die je net aangemaakt hebt. In mijn geval klik ik op Seedit. Heel belangrijk, sla die code op. Want als je je telefoon kwijtraakt, ben je je wallet kwijt. Sla altijd je private key op. En natuurlijk, daarna kun je hem gewoon importeren, gebruiken, funden, wat je maar wil. Gladys, zoals ik je al net aangeraden heb. In jouw geval, aangezien veel mensen je geld geven om een account te starten, zet ze achter jouzelf neer en geef alle accounts één voor één een naam. Die private key die ik je net liet zien, sla die op. Sla die op en gebruik hem, ja, sla die op en even een bestandje en gebruik het om georganiseerd, gestructureerd te werk te gaan. Jij hebt er een paar cijfers bij, je verdient die mensen geld, dus iedereen zal blij zijn. Bedankt voor het kijken, vergeet niet te liken en te subscriben. Het is Peter C. Pet. Met elke dag weer nieuwe info. Hartstikke bedankt.